Jan, op de eerste plaats van harte gefeliciteerd met de verlenging van de uitzendmachtiging voor de komende 5 jaar. Hoeveel tijd en moeite heeft het nou gekost om dit te bereiken? Om de eerste plaats even in te gaan op die felicitaties. Dan wil ik graag laten delen alle vrijwilligers van de LOT, zowel onze radio als onze tv-collega's, maar ook alle leden van het programmabeleid bepalend orgaan die aan dit resultaat hebben meegewerkt. En verder ja, iedereen die sympathiseert met de LOT. Ja. Nou, de vraag hoe lang het heeft geduurd. Eigenlijk zijn we 3 jaar zijn we nu echt in de lucht met tv, iets korter met radio. Mm-hmm. En eigenlijk van begin af aan is het de strijd geweest om ons te bewijzen als niet meer weg te denken mediaorgaan binnen het Tilburgse. Dus toen is eigenlijk al de strijd om de zendmarketing is begonnen. Ja. Die werd nog eens iets geïntensiveerd een tijd geleden toen er een tweede kandidaat zich aanmeldde, de Stichting Hart van Brabant. Ja, en na heel veel overleg en heel veel propaganda voor onze zender hebben we uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders zover kunnen krijgen dat zij positief geadviseerd hebben in de richting van het commissariaat. Uh-huh. Maar dat was ook niet iets wat zomaar ging, want dat is tot stand gekomen dankzij een unaniem reagerende raad van Tilburg. Ja. Dus de raad van Tilburg had toch wel enigszins de wijsheid in pacht blijkbaar. Dat mag je wel zeggen in dit geval. Ja. En gelukkig hebben ze het college kunnen overtuigen van de juistheid van ons en hun standpunt. Wat wil je nou precies bereiken de komende 5 jaar met de LOT? Nou, we hebben in het beleidsplan, wat we hebben uitgegeven, hebben we aangekondigd dat we in de komende 5 jaar willen uitgroeien tot een, noem het maar, semi-professionele organisatie. Ja. En dat semi-professioneel, dat slaat op een aantal dingen. Dat slaat op de kwaliteit van de uitzendingen, de kwantiteit van de uitzendingen, maar ook op het niveau van de medewerkers, de aard van de apparatuur en de infrastructuur waar we ons van gaan bedienen, en eigenlijk de hele uitstraling van de LOT naar Tilburg toe. Ja. Om deze doelstelling te bereiken, is het dan zo dat je met het huidige vrijwilligersbestand dit ook kunt gaan bereiken? Nee, absoluut niet. Ik denk dat om deze doelstelling in dat tempo te kunnen bereiken, is het nodig dat met de nodige financiële impulsen, te weten de wettelijke bezoldering, waar we de gemeente op aan zullen spreken, om van daaruit en te komen tot een adequate huisvesting en goede apparatuur, maar ook, zoals ik al zei, tot een niveau van medewerkers en aantal medewerkers, wat we dan inderdaad regelmatig kunnen inzetten om onze programma's te verzorgen. Dus meer medewerkers en kwalitatief nog betere medewerkers dan we nu al hebben. Ja. Je zei een adequate huisvesting, wat versta je daar precies onder? Nou, ik denk op zijn minst een ruimte waar je zowel voor betreft de radio als de tv-collega's elkaar regelmatig kunt ontmoeten om eens over bepaalde zaken van gedachten te wisselen. Ja. Een vergaderruimte, maar ook een werkruimte. Een soort studio. En in hoeverre dat dan een studio is voor live uitzendingen of een studio voor wat we dan noemen ingeblikte programma's. Ja, dat hangt een beetje natuurlijk af van de financiële situatie. Het hangt ook af van de mogelijkheden die zo'n huisvesting biedt. Maar ja, ik zou me kunnen voorstellen dat de gemeente ons ook daarbij van dienst is. Dat hebben ze trouwens aangeboden in de hoorzitting destijds rondom de verlenging van de machtiging. Ja. En toen is bijvoorbeeld door de wethouder geopperd dat wellicht het Midi-theater als zodanig uitkomst zou kunnen bieden. Ja. Nou zei je net ook, en terecht denk ik, dat je met het huidige vrijwilligersbestand die doelstelling waarschijnlijk niet kunt bereiken. Hoe wil je zeg maar vrijwilligers gaan bereiken, in welke vorm? Nou, op de eerste plaats denk ik dat de kwaliteit van uitzendingen en kwantiteit van uitzendingen een heel goed middel moet zijn om vrijwilligers naar ons toe te halen. Mm-hmm. Maar met name ook de samenwerking die ons voor ogen staat met bijvoorbeeld een ROC en andere instituten en organen binnen Tilburgse, ik denk dat dat ook een goed middel is om mensen enthousiast te krijgen om eens bij de LOT te komen praten en ja, beter nog bij de LOT te komen werken als vrijwilliger. Want ik begrijp eruit, het is en blijft een vrijwilligersorganisatie. Het is en blijft een vrijwilligersorganisatie, maar qua uitstraling ja, toch een semi-professionele vrijwilligersorganisatie. Uiteraard. Nou ja, misschien dat je nog iets tegen onze Tilburgers wil zeggen die regelmatig naar onze zender kijken. Ja, ik zou tegen onze kijkers en luisteraars willen zeggen op de eerste plaats bedankt voor alle sympathie en voor alle felicitaties die wij de afgelopen periode van jullie mochten ontvangen. Op de tweede plaats van onze kant de toezegging dat wij keihard met z'n allen aan het werk gaan om de komende 5 jaar tot een enorm succes te maken voor de lokale omroep Tilburg Totaal. We hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen. En wellicht, want we zijn tenslotte een stichting van vrijwilligers die het voor wat betreft financiële middelen uit beperkte bronnen moet hebben. Wellicht dat we in de toekomst dus een beroep op u gaan doen, als we het heel goed doen, om u dan aan te melden als bijvoorbeeld donateur van onze stichting. Maar daar komen we dan apart bij u nog op terug. Ja, nou ben ik zelf vrijwilliger van de LOT, Jan.
Ik weet zeker dat ik namens alle vrijwilligers praat als ik zeg dat we voor de komende 5 jaar 100% staan achter de doelstelling die jullie neergelegd hebben. En dat we van de enige echte Tilburgse zender een enorm succes gaan maken. Oké, dankjewel Arie.